Het coronavirus waart door het land en velt ook artsen. En daarom is Kees Rovers, bijna 70, toch weer als huisarts onder de wapenen geroepen. Ja, dat is een beetje zwaar aangezet. Ik ga niet naar het front met een gasmasker. Maar ik stel me bereid op om overeenkomstig mijn eed weer dokter te zijn, zolang ik dat nog kan. En de familie is het er ook mee eens? Want ja, u zit wel in de risicogroep. Ja, mijn leeftijd, ik word over een paar dagen 70. Dus mijn kinderen zeiden, pa, dat moet je niet doen. Ben je nou helemaal gestoord? Je moet nog verhuizen, dus daar heb je geen tijd voor. Ik vind alleen dat ik toch die verplichting op me moet nemen. Wat gaat u doen? Ik begreep, voor een paar dagen in de week invallen. Ja, ik ben bereid om hand- en spandiensten te verlenen als dokter. Dat wil zeggen dat ik zeg maar onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde, wat we vroeger verpleeghuis noemden, patiënten kan behandelen en medicijnen voorschrijven als ze een blaasontsteking hebben en dat soort dingen. Ja, even voor alle helderheid, het is toch niet zo dat het coronavirus door het verpleeghuis Krabbehof waart, hè? Absoluut niet, hè? Maar de directeur die heeft mij gebeld om vooruitlopend op de dingen te mobiliseren, zeg maar. Maar er is geen sprake van corona op dit moment in het verpleeghuis Krabbehof. Er is wel een tekort aan huisartsen in het land. Er is een tekort aan artsen en in het algemeen aan ook huisartsen, maar ook aan specialist oudergeneeskunde. Ja. U geeft er invulling aan. U bent natuurlijk een tijdje uit het vak. Vergt dat nog speciale cursussen? Nou ja, ik heb wel mijn literatuur steeds bijgehouden en tot 2 jaar geleden was ik nog invallend op de huisartsenpost. Dus ik denk dat ik het kunstje nog kan vertonen. Ja, maar ik hoorde toch wel dat er een cursusje nodig was nog, hè? Want ja. U bent nog van de hand, hè? U schreef het receptje nog zelf uit. Nou, dat niet. Ik, de laatste jaar was het wel met de computer. Maar het eigen systeem van het verpleeghuis vereist natuurlijk dat ik daarin getraind word om te zien hoe men daar een recept geboren laat worden. Hoe lang gaat u er tegenaan? Ja, als het nodig is en zolang als het nodig is. En ondertussen moet ik nog verhuizen. Sterkte en succes. We doen ons best. En ik hoop dat ook andere dokters die maar enigszins nog een gelegenheid hebben, als dat nodig is, willen invallen. Ik heb ook van collega's al gehoord dat ze zich bij de GGD gemeld hebben als reservist. En dat vind ik wel een hele goeie.